1846 bouwde de bekende Brabantse orgelmaker F.C. Smits dit instrument hier in Grave. Oorspronkelijk had het orgel drie werken, namelijk een hoofdwerk, een rugwerk en een echowerk. Maar vanwege het instorten van een de vieringpijlers hier in de kerk, werd het rugwerk in 1866 totaal vernield. Tot op heden is het rugwerk helaas nog niet gereconstrueerd, hoewel de kas ervoor wel aanwezig is, zoals je kunt zien. In het kerkelijk jaar zijn we aangekomen bij de tweede sacramentszondag. Vorige week stonden we stil bij de heilige doop en vandaag gaat het over het heilige avondmaal. Van Johan Ludwig Kreeps hoorde u zojuist een bewerking over het lied Herr Jesu Christ, du höchstes Gut. De dichter van het lied voelt zich belast met zonden die zwaar op zijn ziel drukken. Maar hij pleit op het kruishout waar Jezus de smarten van de dood ook voor hem heeft geleden. Toch heeft deze bewerking die u hoorde ook iets opgewekts in zich. Wat je vooral ziet in de tekst van het vierde couplet. Het hart van de dichter springt hier opnieuw op van vreugde als hij denkt aan Gods genade.